Hallo allemaal. Nou, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik ben net mijn nest uit. Allerlei geluiden buiten. Wakker geworden vanochtend al gelijk. Slecht bericht. Enorme grote koortslip. Nou, heb ik echt een dikke lip. Ja, goed, dat kan allemaal gebeuren. Maar even kijken wat hier buiten aan de hand is. Want... Zat even lekker. Om 7 uur 's ochtends. Jezus, ik vind het nou weer. Het wordt gezellig vandaag. Dat zal nog wel even doorgaan. Maar goed, ik neem aan dat het niet het hele jaar gaat duren. Nou, ik ga me vandaag even voorbereiden. Vandaag een aantal leuke dingen. Gaan we doen. Eerst even lekker straks de bouwomelet bakken. Ondertussen even de auto ga ik even aftanken. En dan ben ik eigenlijk weer klaar voor het weekend. Hè? Want het weekend gaan we weer lekker optreden. We gaan nog naar Radio 538. Dus al met al wordt het weer een gezellig bouwweekendje. Dus volg het even lekker in de vlog. Gaan we even lekker de auto aftanken. Gaan we een krantje lezen straks. En dan straks de bouwomelet. Ik heb ondertussen al het materiaal klaargelegd wat ik nodig heb. De bakjes, de pan, het belangrijkste natuurlijk niet te vergeten, de eieren, de room. Gaat er natuurlijk ook nog even bij in. Alle messen die ik nodig heb. Ja, ik ben helemaal klaar om te gaan beginnen. Dus blijf goed kijken, want je gaat nu het geheim zien achter de bouweromelet. De omelet waar iedereen gek op is hier in Huizenbouwer. Nou, dan gaan we eerst eens even beginnen met de champignons. Die gaan we even heel mooi klein snijden. Ja, je ziet, ik ben niet echt een hele echte profkok. Hè? Want ik bedoel, de echte koks die doen dat hatsenflats. Maar ik doe dat gewoon even op de bouwen manier. Gewoon even zorgen dat we dat even niet al te dik snijden. Het hoeft ook niet allemaal even dik te wezen. Maar gewoon even zorgen dat we gewoon dat mooi klein maken. Dus we gaan nu gewoon even wat groene paprika pakken. Ook niet denken van we pleuren de hele paprika in een bouwenomelet. Nee, zo is het niet. Het moet wel een beetje een bond gezelschap zijn van ingrediënten. Dus let op, daar gaan we. We snijden hem even zo. Hatsaflat, hatsaflat, hatsaflat. Niet te zielig doen. Niet denken van we gaan alles even symmetrisch maken. Gewoon uppakee. Een boerenomelet, dat kenmerkt zich door een ratje toe aan vormen. Een ratje toe aan vormen. Dus daar gaan we. We hebben hier de groene. Wel even zorgen dat je de binnenkant er even mooi uithaalt. Hè? Want anders gaan we maar eens weer zeuren. Zegt ze van, oh, paprika zit erin, maar je hebt de binnenkant erin gelaten. Nee, we zorgen gewoon dat de binnenkant er netjes uit is. Ook met de rode, niet te zuinig. Gewoon niet denken, alles symmetrisch. Gewoon een beetje gewoon grof. Even kijken, is dat een mooi bondsgezelschap? Niet te veel eieren, want er zijn mensen die te veel eieren eten en die gaan dan scheten laten en dergelijke. Ook voor jezelf gewoon zo min mogelijk eieren erin. Een heel klein beetje dat het gewoon perfect is. Want te veel eieren, dat werkt gewoon niet. Nou, het is eigenlijk, vind ik, al genoeg. Als je nog meer eieren gaat doen, overheerst dat de omelet. En je hebt ook kans dat je winderig wordt. En dat willen we niet. Dus niet te veel eieren in de omelet. Hatsaflats. Nou. Zeg het niet. Zeg je maar eens. Over gasterig worden. Van één stukje ui word je niet gasterig, hoor. Nou, er zijn mensen die... Van mijn eten, daar word je pas gasterig van. Wat ben je aan het maken dan? Ettensoep. Oh, mevrouw is ettensoep aan het maken. Serieus? Ja. Ik denk niet dat het verstandig is dat er veel visite komt. Morgen. Nou, we kunnen gaan beginnen. We gaan de eieren gaan we erbij gooien. Oh, ik zou het allerbelangrijkste vergeten. De peterselie. Dan moeten we even het grof materiaal verpakken. Blijf even wachten. Ik pak even het grof materiaal. Mijn Chinese mes. Het is de bedoeling dat we dit mooi fijn hakken. Dat we daar straks doorheen gaan mengen. Dan weet ik even... Mariska, die steeltjes van de peterselie, eten wij die ook gewoon? Nee.
Die steeltjes, eten wij die? Nee, die steeltjes moet je eraf. Oh, die eten nee, niet helemaal. Zo, kijk. Nou, het is wel genoeg. Nou, mensen, dus heel belangrijk, geen steeltje van de peterselie. Want dan willen we niet slecht voor de darmen. Een bouwenomelet is wel heel bewerkelijk, want je bent er gewoon bijna een kwartier bij de druk mee. Het is niet zomaar even eitje in de pan en dan denken van had, flats, we zijn er. Daar is het dus niet. Dus we gaan nu even vark erachter zetten. We pakken de eieren. Een bouwenomelet bestaat uit 4 eieren. 4. Waarom uit 4? Geen idee. Het is zo ontstaan. Dus even 4 eieren. Plutsen we erin. Hatsaflats. We gaan natuurlijk straks ook nog de ham toevoegen. Die gaan we straks een klein beetje klein snijden. 2 plakjes gaan er door deze omelet heen. Let op, de ham die gaan we natuurlijk wel pas doen op het moment als het ei straks erin zit. Dus niet van tevoren, want dat is niet lekker. Dan wordt het een beetje te hard en dan wordt het droog. En dat willen we gewoon niet. Nou, we gaan nu beginnen met de groenten. Even een stapel erbij. Ondertussen heb je hier de eieren. En dan doen we een heel klein beetje room. Dan gaan we erbij toevoegen. Zo, dit is wel genoeg. Een souplesse. Op tijd zorgen dat je hem even losmaakt van de bodem, anders gaat hij verbranden. En dat is niet goed. Ja hoor. Peper en zout. Toevoegen naar eigen smaak. Ik weet het, het is gewoon niet te versmaden. Eenmaal een bouwenomeletje gegeten en je bent verkocht. Je ziet het en met wat voor een gemak ik dat doe. Ook hierbij niet zorgen dat het allemaal gelikt, perfect even groot gesneden is. Gewoon even lekker grof. Een bouwenomelet, dat is gewoon... Dat is niet zeg maar voor de fijnproeven, dat is gewoon even zorgen dat dat gewoon, gewoon gezellig eruit ziet. Kijk, nu komt het belangrijkste moment van heel de bereiding van de omelet. Nu gaan we de ham erbij doen. Die gaan we niet te lang, gaan we die bakken, een heel klein beetje. Zo, dat verdelen we alvast een beetje mooi. Over de bodem van de pan. Het ei gaat erbij. Hatsaflats. Ja, nu gaan we gewoon even zorgen dat we het ei gelijkmatig verdelen. Kleuren de bovenkant. En nou is het wachten en nog eens wachten. En dan komt hij straks naar buiten. En dan geloof je in je ogen niet. Blijf het volgen. Even kijken hoe het ermee voor staat. Oh, dit is een bultrug omelet. Dat betekent dus als dit gebeurt, dan staat het iets te hard. Heel klein beetje. Losmaken en een klein zetje geven. Zo, niet al te hard. Oh, hij ziet er lekker uit, mensen. Dan gaan we nu een beetje de kaas eroverheen gooien. Het is net een soort pizza. Maar wel zorgen dat die kaas lekker verdeeld is. Het is wel belangrijk, jongens, dat als je zo'n omelet maakt, dat je niet gelijk het gas voluit, pats. Rustig. Laat het gewoon... Rustig betijden. Marissa, hij is zo klaar. Je omelet. Heb je een bocht? Ja. Dat is even schrikken. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Hè? Wil je met ketchup of zonder ketchup? Wat doen we met? Krijg jij een omelet met ketchup. Nou, dan zo het resultaat van de bouweromelet. Nu komt het moeilijkste. Nu moeten we de omelet gaan opvouwen.
Daarvoor heb ik 2 spatels. Het is me nog nooit gelukt om het perfect te krijgen. Dus vandaag gaan we het proberen. Daar gaan we. Het is altijd even een gedoetje. Hé, hey, het is gelukt. Je ziet het, hij is prachtig mooi. De Bauer omelet, hij is klaar. Inclusief de ketchup. Mag zeker niet ontbreken bij een Bauer omeletje. Nou, bedankt voor het kijken allemaal. Als je thuis gaat proberen na te maken, alvast heel veel plezier en bon appetit. En zoals ik altijd zeg, tot de volgende keer en tot vlogs allemaal. Doeg! Hele aparte vraag. Heb ik ook nog nooit eerder gekregen. Er staat, wat zou je liever kiezen? Pannenkoeken met spek en kaas of pannenkoeken met stroop?